hebben allemaal zijn naam gehoord. Zit ik rustig te checken naar wat jongens en vervolgens komt zijn naam daar weer voor. Het houdt niet op en ergens voel ik een beetje haat. Van dit jaar? Denk je? Nee, papa. Niet? Nee. Moet ik nog eentje doen? Nee. Oh, nou, je hoort het. Er komt nog een vlog aan. Maar ik wil even nu iedereen de beste kerst wensen. Mooie kerstavond wensen enzovoort. Niet voor iedereen is het even makkelijk. Voor mij ook niet. Morgen is de overlijdensdag van mijn vader. Dus ik ben dan ook gewoon wat rustig. Misschien breng ik het trek erover uit. Ik weet het nog niet. Ik twijfel. Maar al met al wil ik iedereen dit jaar sowieso bedanken, weet je. Het is ook cliché om te zeggen, mijn goede voornemens voor volgend jaar. Hey, ik ben even aan het praten, mensen, ik weet niet. Ja, mag ik even? Zo, die kinderen tegenwoordig, is het mager, dat geeft allemaal niet. In ieder geval, ik wil nog even op attenderen. De vermissing van Sylvana, dat ze terug is gekomen. Dat de politie al die dagen niks heeft gedaan. En pas dat er een filmpje online komt, de Hart van Nederland, iedereen de aandacht aan besteedt dat er wel wat wordt gedaan. Applaus voor de politie. Niet. Maar in ieder geval, doet er niet toe. We gaan gewoon nog harder werken volgend jaar. Ik zou zeggen, hou BPM in de gaten. Hou Loodzwaar in de gaten. Hou GPC in de gaten. Split Second, 9 januari. Dikke release party in Hedon. Komen clips aan. Shouts, een nieuwe clip komt eraan. Komt de clip van Makka. Er komt zoveel geks aan. Ik zou zeggen, stay tuned. Ik ben nu heel druk bezig met de video edit. Die ik niet laat zien. Het is een documentaire. En ik zou zeggen, hou het in de gaten. Hou Clipfabriek in de gaten, hou mijn kanaal in de gaten. En dan kom je snel genoeg achter wat is. Ik wil sowieso een shout-out doen naar de pre-manager Naomi. Naar de producer Mees. Ik wil naar Soundfield. Allemaal hokje. Gekke shit. Naar mijn Mattie, mijn buurman, mijn mascotte, mijn tweemans. Mijn grappie, buurman K, Kevin. Helemaal lijp. Komen alleen maar gekke dingen aan. Ik zou zeggen, stay tuned. Ja, en shout-out naar iedereen. Hey Toeri, zie je man. We hebben allemaal zijn naam gehoord. Zit ik rustig te checken naar wat jongens en vervolgens komt zijn naam daar weer voor.